Vandaag wordt voor de 20ste keer het symposium gegeven van het Vereniging Instituut Nieuwe Technologie van Society. En met dit jaar als thema Design to Disrupt. Dus we hebben hier een tiental sprekers uitgenodigd die zo'n kleine 800 klanten van Society op de hoogte brengen van een nabije toekomst. Het VIN-seminar is belangrijk voor ons, voor de binding met onze klanten. Enerzijds, we brengen een dag met ze door en we horen waar ze mee bezig zijn en ze raken geïnspireerd door wat er speelt. En anderzijds stimuleert het vernieuwing in de markt. En dat is waar wij uiteindelijk natuurlijk ons geld mee verdienen. Wat ik van vandaag verwacht is heel veel inspirerende sprekers. Het leek me gewoon een hele leuke dag met veel innovatieve ideeën. En vooral het praatje van Daan en Rozengaarde lijkt me heel interessant. We hoeven eigenlijk heel weinig moeite te doen om onze klanten hiervoor te enthousiasmeren. De klanten gaan vandaag ervaren dat wij meer zijn dan een ICT-dienstverlener. Design Disrupt is het thema wat dicht bij mijn werk ligt ook. We zijn steeds op zoek naar nieuwe ideeën en dat passen we zelf ook gewoon toe. Bedrijfsvloeren moeten iets met nieuwe technologie doen, ze moeten ze omarmen. Ze moeten begrijpen wat nieuwe technologie voor hun kan betekenen om zich uiteindelijk zichzelf te veranderen en te innoveren. Je pikt altijd weer leuke visies op, waarmee je ook gewoon zeg maar je eigen visie op de toekomst weer kunt aanvullen en kunt toepassen in je organisatie. Ik ben zelf student aan UvA, ik doe AI, kunstmatige intelligentie, dus wat zij me vertellen, dat sluit allemaal heel goed aan. En ik vind het echt mega interessant.